Het opbouw van de tentoonstelling, A Nation Outside a Nation. Ja. En die opent op zaterdag. En het gaat over de Filipijnse community in Nederland. Ja, ja. Ja. En dit is kunst van hun ook? Nee, dit zijn mijn foto's. Zijn jouw foto's? Ja. Ik heb hun gevolgd. Ik heb een groep arbeidsmigranten in Nederland gevolgd. En een heel belangrijk onderdeel van de tentoonstelling is ook dat ze contact met het thuisfront wat ze hebben. En ze gaan natuurlijk uit de Filipijnen weg om hun kinderen een betere toekomst te geven. Dus ze werken hier vaak als huishoudelijk werker, als au pair, op boerplatforms. En sturen geld terug naar huis. Maar ze kopen daar ook huizen mee, doen er investeringen mee in het thuisland. En tentoonstelling laat dat zien, deels inderdaad die investering. Maar ook, er is een soort van, in de jaren 80 is dat al begonnen, is er een handel opgezet van producten die naar de Filipijnen gestuurd worden, naar de familie thuis. Ja. En dat heet een balikbayan box, heet zo'n doos die je opstuurt. Ja. En dat gebeurt eigenlijk in ieder land waar de Filipijnse community zit, is ook zo'n bedrijf. En daar worden maandelijks heel veel producten in dozen en die gaan dan per container naar de Filipijnen. Ja. En dat zie je ook in deze tentoonstelling. Dus de producten die mensen sturen, de kleding vaak van bijvoorbeeld van de werkgever die ze doneren aan de werkers. En dat we dan ouders, zussen, broers, familie, vrienden sturen. Dus dat is eigenlijk een beetje het tastbaar maken van inderdaad, geld kun je natuurlijk niet zo goed fotograferen of zo. Maar dat is eigenlijk het tastbaar maken van de producten die daarin gaan. Ja, ja. En zie je hier al wat je dan zaterdag te zien krijgt? Zijn dat bijvoorbeeld? Ja, gedeeltelijk. Maar je hebt inderdaad. Er hangen al wat van die producten waar ik het net over had, die dan daarin gestuurd worden. En soms zijn dat bijvoorbeeld luxe producten zoals chocola of hele mooie schoenen. Ja. Maar ook gewoon kleding die over is. Het kunnen ook hele praktische zaken zijn die gestuurd worden. Ja. Wat je hier achter ziet is een beeld van een appartement wat een van de werkers in Amsterdam heeft dat aangeschaft in Manila. Ja. Daar gaat ze zelf niet wonen, dus investeren, dus dat wordt weer verhuurd. Dus dat zijn voor haar dan familie dan weer inkomsten in de Filipijnen. Ja. Daarachter in de hoek zie je ook een gele muur van een huis dat in de provincie gebouwd is in de Filipijnen. Ja. En dat is eigenlijk opgeplakt op een shot van bovenaf van Wassenaar, waar veel Filipina's in dienst zijn. Ja, ja. En wat je ziet, is bepaalde beelden hebben ze op Facebook gegooid, zodat mensen kunnen zien. En ik heb dat weer gefotografeerd. Dus het is eigenlijk een deel combinatie van beelden die ze zelf maken. Ja. Online heb gezet, dingen die ik zelf gefotografeerd heb. Ik ben, dat hangt nu nog niet, maar er komen beelden in de Filipijnen. Ik ben naar de Filipijnen geweest. Die komen erbij. Er zijn een paar beelden die ik in LA geschoten heb. Daar ben ik ook geweest. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een beetje een combinatie van. Ja. Oké, okay. En zaterdag allemaal bij Dief Heertje in Groot-Witte Reus, 4 uur. Ja. En hij loopt tot en met 22 december. Oké, okay. Bedankt. Ja.